Bro, wij waren via de backdoor flink aan het pushen bij de Craftmaster. Alleen hij kwam met een nare counterattack, jongen. Weet alleen niet echt wat er gebeurd is. Ik denk dat ik hem dus met mijn turrets gekilled heb. Of Jamie met zijn turrets. Gewoon via deze angle. Dat hij achter stond en C4 probeerde. Hij heeft hier een gat kunnen blazen. Maar ik ben binnen in mijn basis ook meerdere dingen kwijt. Uiteindelijk stond hij hier gewoon met 3 rock elements. Maar hij zelf niet. Ik denk dat dat is omdat hij dood is gegaan. En hij geen teleporter hier heeft staan. Dus kon hij gewoon niet snel terugkomen. Maar er is nu dus wel een probleem. Ik ben nog hier allemaal gaten aan het fixen. Jongens, ik moet even snel. Ik moet even heel snel herstellen. Dus wat ik nodig heb is nog een... Ja, een smit. Waar heb ik nog? Heb ik überhaupt geen smitties meer? Ik heb nog 1 smitty. Oké, wacht. Dan kan ik dit even allemaal in die smitty gooien. Doe hem maar gewoon even allemaal zo erin. Hoppa, 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 hoppa. Nou, ik denk dat we dat nu wel hebben. Ik zal even te checken hoor. Want ik moet niet allemaal overbodige dingen gaan meenemen. Oké, dit is prima. Generator hebben we gefixt. Gooi hem meteen helemaal vol. We missen hier dus eigenlijk nog onze crafting station. Die kunnen we nog even heel snel maken. Dat kost niet zoveel tijd. En ik moet echt heel erg hard even die walls hier fixen. En ik denk dat mijn turret bovenop niet meer bestaat. Of hij bestaat niet meer, of hij heeft gewoon geen stroom. Het voordeel is, ik heb nog turrets over. Al deze structures doen we even hierin. Dus ik denk dat ik daar meteen ook gewoon voor ga. Als het goed is, zit hij hierin. Ja, oké. Okay, nou ja, we hebben gewoon nog heavy turrets, dus dat is prima. Hebben we nog wat bullets? Ik denk in die andere. Maar goed, laten we hier maar gewoon even 100 bij craften. En we moeten dan dus... Oh, ga ik al dankjewel. Heel snel met de walls. Met de wall een stuk of... Ja, doe maar gewoon 7. Nee, nee, nee. En dan nu krijg ik koppijn van die T-Rex die gewoon niet stil wil staan. Oh, nee! Ah, hij is het weer... Oké, okay, dit is dus wel een groot probleem. Hij heeft mijn Optimus Prime gekilled. Er staat dat het door een wilde is gedaan. Maar we weten allebei wat hier aan de hand is. Ja, kut. Ik kan niet 2 fronten tegelijk zijn, man. We moeten naar de backdoor. We moeten naar de backdoor. Had ik hem daar nog staan? Volgens mij wel. Oh, nee. Niet meer Optimus Prime, gast. Is hij hier? Is dat Optimus Prime? Nee, ik had hem op passive staan. Optimus Prime was volgens mij aan de rechterkant daar. Of had ik hem teruggetipeet? Ik weet het niet meer. Ja, de Craftmaster zie ik hier in ieder geval niet, man. Het kan legit zijn dat hij gewoon door iets randoms dood is gegaan. Hoor. Maar ik ben nu oprecht vergeten of ik hem hier had staan nog. Of nou, hij is net dood. Dan moet de body nog liggen. Dan is die body daar links van hem. Maar hij is doodgaan door een normale rock element. Want die zie ik al zelfs niet. Dus die kan zijn gesnuffeld door mijn turret. I don't know, man. Ik heb echt geen flauw idee. Laten we maar gewoon vanuit gaan dat dat Optimus Prime is daarachter. Maar het is zo raar, man. Wat is dan op passive? Is hij staat toch op... Ja, hij is in de cel op. Dit is hem. Optimus Prime. Nee, dit was echt mijn beste. Mijn beste maat. Oh, nee, gast. Hoe ben jij hier gekomen? Je stond toch op passive, man. Oh, fijn. Ja, nee, jou ken ik. Ja, dag. Ik weet niet of dit toeval is. Ik heb geen idee. Maar dit is wel oprecht een heel groot verlies. Kut, sorry man. Oh, wat kut, wat kut, wat kut. Dit gebied is ook oprecht gewoon gevaarlijk. De raid is wel gewoon te doen. Kost heel veel, maar dit gebied, man. Echt kut. Oké, maar ja, nu we weten wat hier in ieder geval gebeurd is, we gaan terug naar de Vrekerspace. De Anti-Craft Master Lines Base. We moeten dit echt even een beetje defenden. Als ik die ene heavy turret al actief kan hebben, kan ik al heel veel regelen. Ik hoop dat dit voldoende is. We gaan het zien. Oh ja, dat, ik weet niet wat dat aanzetten, maar prima. Jorot, oh nee, is mijn helm kapot? Nee, mijn helm is helemaal niet stuk, man. Walls erin janken. Hoe is die ermee? Hoppa, turn on. Turret options. High, no warning, player tamed. Oké, check. Deze bullets ga ik sowieso allemaal meenemen. En deze extra bullets, die jank ik daarin. Wat mis ik hier nou nog? Oh, de fridge. Fuck, man. Pot voor 3 dubbeltjes. We zijn bijna hersteld. Maar alleen nog, ik wil eigenlijk die turret aan de voorkant ook nog even poweren. Dat moet als het goed is zo lukken. Yep. En dan alleen deze nog. Ah, dat klinkt goed. Dat is het geluid dat we willen horen. Hoeveel bullets heb jij nog? Ja, niet veel. Even voor de schrik, even voor de schrik. Is die hele turret uitgeschakeld? Die is volgens mij gewoon leeg. Heeft hij gewoon gedraind? Ah ja, kutjes. Ja, jongens. Oeh, Jamie's is ook leeg. Oh nee, empowered. Ja, oké. Okay. Ja, we moeten verder, man. We moeten pressure blijven zetten, zodat hij hier gewoon een beetje weg blijft. Die hebben we nog, die rock elementen, maar die moet ik wel bewaren. Want we moeten ook naar binnen, jongens. We moeten ook naar binnen. Moet wel even in één keer klaar zijn, anders krijgt hij weer tijd om te herstellen, weet je wel. Oké, okay, what's the plan? Rocket launcher run. Ik ga mijn armor fixen. Trouwens, nou, armor fixen, we doen gewoon even dit. Jongen, al ziek idee. Dit. Een broekje aan. Kom maar door. Oké. Okay. Dit doe ik gewoon even in. We gaan onze turrets daar extra spekken. We hebben onze armor gefixt. We gaan gewoon met een rocket launcher. En ja, eigenlijk wil ik ook C4, maar we doen gewoon vooral even rocket launcher nu. Gaan we kijken of we die dode hoek kunnen pakken en dan blazen we het op. Waar zijn mijn rocket launchers? Hier. Dus ik neem er 1 mee. Dit zou echt voldoende moeten zijn. Het zou echt moeten. Oké, okay, let's go. We gaan wel met deze jongen. Wat hoorde ik? Oké. Okay. Dan kunnen we tussendoor even checken, zeg maar. Of er nog wat dino's... Als stel, ik kom nog met Rex, dan kan ik die even opjagen. En dan ga ik gewoon verder naar mijn angle. Oké, okay, ik zie hier niet helemaal wat er aan het gebeuren is. Jamie's aan het soken, dat sowieso. Dat zie ik wel. Lekker bezig, Jamie! Ho, ho, ho. Ho! Dat moest even gebeuren. Ah, wat is er hier aan de hand? Oh, kut, oh, kut, oh, kut, oh, kut. Oh, okay. Oh nee. Kut, maar nou is Optimus Prime dood. Daarmee wilde ik de laatste push doen. Alright, eerst even dit. Bam, bing, bam, bing, bom. Personal inf. Naar auto turret. En rifle bullets. Transfer. Ik weet niet wat de bullet ding je was. But now it's okay, man. Oké. Okay.
Of alle onnodige crap wegdoen. Yes. Ik denk niet dat ik een sprint kan handelen. Ik kan het proberen vanuit een hoek. Misschien van boven. Ja, laten we eerlijk zijn. We moeten hem gewoon rock elementelen. Barack Obama. Welke gaan we erop? Welke doen we erop? Hallo, man. Damn, dat was heavy. Oké. 16.000 HP. Als ik gewoon deze hoek kan pakken, die generator moet gewoon weg, man. Dat is gewoon het grootste gezeik. Hier ben ik als goed is veilig. Reload, ja, ik ben alleen bang dat ik mezelf op ga blazen. Hier was ik een klein beetje bang voor. Ja, hij gaat mijn rockets eruit schieten. Waar is die leeg? Oké, dat doet echt saus, man. Tech is veel te open. Ja, what the fuck moet ik... Oké. Dat mag gewoon soaken, denk ik. Hij lijkt bijna leeg. Is dit alleen... Wat, is dit nou alleen nog een autoturret? Oh, dit is top. Dus dat die tech generator ze zo kut op Scorch, man. Zo lastig te counteren. We soaken deze gewoon even helemaal de moeder. Jammer dat niet werkte, dat hij er niet kon onderuit klapten. Maar we doen nu gewoon even dit en dan blazen we hier de poten eronder uit, laat ik het zo zeggen. Kunnen we in principe ook al gewoon mee beginnen. Als ik niet vast zit. Hallo. Oké, pootjes gaan onderuit. We moeten een doorgang creëren. Hoppa. Hoppa. Daar heb ik dus te weinig meegenomen. Dit kon ik beter C4'en. Ja, 31k HP, gast. Heeft hij allemaal large gebruikt? Ja. Nou ja, even stoppen met schieten. Ik ben er klaar mee. Oh, dat stond dus te dichtbij. Oh, dat stond dus ook te dichtbij. Wanneer is... Stop nou. Jezus, zelfs die... Jezus, ik ben letterlijk... Oké. Nou, ik vind het helemaal prima. Schiet allemaal gewoon leeg. Ik zit ze niet kapot te krijgen, man. Ik neem gewoon aan dat ik dit ding wel leeg krijg. Ik moet alleen geen raket ontvangen van de Craftmaster op back. Als dit leeg is... Moet ik dit eigenlijk opruimen, zodat ik onze turrets hier voor de deur neer kan zetten? Maar goed, dan heb ik even de tijd ook, denk ik. Ik moet op zijn minst nu even een ander helmpje op doen. Ik weet niet wat daar allemaal misging, maar prima. Ark doet gewoon zo'n Ark-ding. Ik vind het helemaal best. Het gaat wel echt de langste raid worden die ik ooit heb gedaan, denk ik. En al mijn rock... Oh, ik had zoveel goede rock-elementen. Ze zijn allemaal gewoon nu flink stervende, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind het heel kut dat ik dit... Maar dat zelfs die ceilings gewoon... Ah, ik moet C4'en, ja. Kijk, nu ben ik gewoon aan het gokken, hè. Ik kan dus hier blijven staan voor de rugmassage. Of ik pak even C4 om het daarmee gewoon af te ronden. Maar ik ben bang dat ik mijn rock element dan ook een beetje aanval. Dus ik hoop nu dat hij nog 10 kogels heeft. Dat hij me niet dood kan maken. Maar letterlijk een autoturret. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Het wordt wel heel spannend. Ik ga niet liegen. Let's go! De rug is helemaal... Het is veilig, toch? Ja, dit is helemaal gedraind. Oké, top. Top. Bro, ik ga jou even keihard retreaten. Jij gaat helemaal mooi terug naar... de Vrekels base. Dat doe je helemaal mooi lekker. Ik ga eigenlijk met je mee. Oké, ik ga niet met je mee. Oké, dit is nice. Ik wil deze linie naar voren schuiven als het kan. Ik kan die oppikken, dus ik moet... Of ja, alleen de tussen kan ik oppikken. Maar ik moet eerst daarvoor dat opblazen, zodat ik dichterbij kan bouwen. En dat wordt echt een kut trucje. Ik kan er wel voorbij rennen, dus ja... Ik moet vooral hebben dat hij niet meer bij die dingen kan om te fixen. Of om dus bullets erbij te tanken. Waar is de Craftmaster? Yo, Jamie, hoor je mij? Waar is de Craftmaster? Weet ik niet, geen idee. Ja, dan is hij weer aan het vallen. 100%. Als hij niet bij mij is en niet bij hem, dan staat hij hier. Ja. Hij is weer bezig. Is het Tila? Kut, mijn Tila is aan het aanvallen. Ik moet een RG hebben. Maar ja, dat je de farm RG bent. Ik heb iets nodig. Even kijken. Oh nee, dat is een deep water guy. Oh ja, fuck. Hij is hier. What the fuck? Ik heb mijn Tila al passive vlies staan. Waar is de Craftmaster? Ja, is hij niet hier dan? Nee, hij zat net op een golem, hè? Ik zag hem niet meer. Oh, op de wyvern, op de wyvern. Wow! Oh nee, Oh, die gaat dood. Nee hoor. Oh, die gaat dood, die wordt... Kut, Dino Attack, je kan hem niet terug tp'en. Nee, Leon! Oh, dan gaat je Tila, wacht, ik ga die kant eruit. Oh, de timing, bro! Nee hoor, heb je me uit de luck gepoeld? Ja. Kijk, daar komt hij aan, ik ga hem shotgunnen. Shotgun die draak. Je hebt de shotgun, Rudy, shotgun die draak. Ja, ik heb die niet bij, ik heb die niemand. Ja, ik doe poison weapon. Kijk tegen mijn hoofd, man. Oh, hij heeft hier een gat in de muur. Kut. Oef. Pullback. Oké, doe je ding. Ah, klopt, man. Waar is die heen? Ik weet niet. Oh, daar komt hij aan met zijn draak weer. Oh ja, ik ga het tegen hem aan spugen. Schiet hem. Ik probeer hem te spugen, man. Oh, juist. Ja, hij is bijna dood. Oh, wacht. Nee, ik moet Fire Warven hebben, natuurlijk. Oh, nou ja, dat is mijn farm, Archie. Oké, hij is aan het vluchten. Ga erin. Ik denk dat hij niet door heeft. Braap! Oké, dat was een Wyvern. Oh, dan moet alleen... Jorex? Ach, kut. Nee. De strategie. It failed. Waar is de Craftmaster? Oh, hij tp't. Is hij weg? Ah, balls, man. Oké, dat was een Poison Wyvern in ieder geval. Oh, man. Dat wordt gewoon sick, man. Oh, kom mee. Yo, neem een Rex. Oh, ik kill alles van Rudy. Wat, heb je meisje gekild? Ja, dat was niet de bedoeling. Yo, ik heb zijn Poison Wyvern gedood, man. Oh, nice, goeie.
Oké, ja, deze golem gaat toch wel neer. Ik ga snel die kant weer op. Even kijken. Ja, ik ga deze golem even met mijn Tila killen. Wacht. Zo. Oh, Jamie. Ik heb de turrets zijn leeg achter. Oké, ja. Leonie. Is dit gehitched? Wat gebeurt hier? Rip Rex. Maar dit is een beetje kut. Maar deze moet gewoon dood. Rocky 98. Hij heeft wel heel veel Rocky. Stering heeft hij de 100 of zo. Bleed doet wel heel weinig. Ja, ik ga gewoon even... ik wil niet mijn eigen shit opblazen, maar... I don't want to toot my own horn. Hé, maar dit kan wel trouwens. Of niet? Denk het. Laten we het proberen. Ja, juist, jongen. Oké, cooldown. Oké, hij is bijna neer. Pak hem. Hoppa, lekker man. Goed zadel? Nee, balen. Ja, hij heeft alleen maar troep. Maar hij staat daar weer, man. Oké, maar die heeft heel weinig HP. Ik denk dat ik die oprecht gewoon ga killen. Ik moet hier niet te veel tijd aan besteden, maar... Ik wil gewoon dat hij hier niks meer heeft. Oh, hij is er terug, Oh, hij komt op mij op. Kom maar, Craftmaster! Kom maar dansen! Waar is hij heen? Zit hij erop? Boom, bitch! Even die Wyvern boos maken. Dacht het niet! Kak! Die Wyvern krijgen we wel neer. Let's go! Hoppa! Oké. Volgens mij hebben we hem hier nu al afgeschrokken. Hij moet niet met zo'n low level rock element proberen mij en Leonie neer te maaien. Dat gaat niet lukken, joh. Ik zelf ben wel bijna dood, maar... Oké, nu moeten we dus het plan... Oh man, ik moet hier echt... Hoeveel bullets zet dat ding nog? Oké, we kunnen dit alleen niet... We kunnen die twee front... Oh, bullets zijn nul. Oké. Ja, dit is kut, man. Bullets zijn wel echt allemaal leeg. Kan ik er nog gewoon even 300 maken of zo? Oh, en ik heb dorst blijkbaar. Oh, mijn kantine is leeg. Fijn. Ik heb meerdere kantines. Oh, joh, twee. Oké, bro, dit is nice. Tech rifle die helpt. Ik ga denk ik met de tech rifle die dingen opruimen die hij heeft. Ik denk dat dat de beste kans is op dit moment. Neem ik wat element mee. Neem gewoon deze granaten mee voor de CIO. Rocket launcher laat ik even hier achterwege. Oké, we gaan het gewoon doen. Als ik dan op kan ruimen en de linie kan pushen. We gaan gewoon even kijken of het goed te doen is, dat opruimen. En dan wil ik eigenlijk gewoon mijn turrets al voor die achteringangen zetten. Als het lukt. Ik weet niet waar Jamie is. Is die weer aan het pushen? Oké. Ik weet dus niet waar hij nu is. Hij kan dit nou al bijgevuld hebben als ik pech heb. En dan ben ik nu mijn weer van kwijt. Oh, heeft dat 20k HP? Fucking veel. Waarom is dit ding zo erg oververhit? Hoe lang duurt dat? Oh, nou gaat het heel snel. Dat is dus wel een ding. Scorch is heel lastig qua tech. Maar nu we een paar dingen van hem gejat hebben, moeten we dat ook echt gebruiken. Gewoon tech versus tech. Oké, dat is neer. Hebben we nu vet veel element? 9. Balen, man. Balen, gast. Dit moet op ceilings toch best veel damage doen? Waarom doet het maar 28? Ik dacht dat tech rifles altijd vet veel damage deden op metal structures, zeg maar. Ja, het doet echt geen fuck. Oké, nou ja, prima. De generator is hier... Oh, wat gebeurt erachter? Ik zag iets roods. Oeh, nee. Oh, dit zit helemaal... Ja, we moeten de linie verplaatsen, man. We moeten het doen. Ik ga gewoon fucking veel C4 meenemen. Wacht, wat doet dit? Dit is even testen. Oh, fijn. Nog blaas ik nu zeker mijn Wyvern op. Nou, doet te weinig, man. Veel te weinig. Waarom had je dit scheet om een Wyvern, maat? Oké, alle C4 meenemen die ik heb. Dit moet gewoon kapot. Dit moet. Dan kunnen we tenminste een klein beetje grond winnen om bij achteren erin te gaan. Is de Craftmaster? Ik zie hem hier weer niet. Hij is ons compleet aan het aanvallen weer, zeker of niet? Of is hij binnen? Misschien heeft hij nou oprecht gewoon... Het kan gewoon, hè. Het kan gewoon dat hij er nu flink verlies heeft geleden. We hebben van hem ook al best wat rock elementen skilled en wyverns. Oké, twee dingen dus. C4. Ik ga meteen extra C4 erbij craften, joh. Het is unpowered. Hoe ben jij unpowered, maat? Nou ja, dan maar op deze manier. Zo, weer een generator. Cable en outlet. Oké. Alle C4 heb ik. Oké, let's do this. Ja, en mijn armen moet ik ook wel even hebben als ik heel eerlijk ben. Laten we gaan. En ik doe het allemaal op deze Wyvern. Die van hem. Oh, wat prachtig. Wat mooi. Yo, hoe gaat hier? Waar is de Craftmaster? Oh, nee. Oh, niet hier landen gek. Oh, nee. Oh. Oh, kijk. Ja, ik loop naar achter. Ik zie de Craftmaster nergens. Deze golem hier beneden moet dood, man. Die zit echt behoorlijk in de weg. Ja, ik kan heel weinig doen met de mo. Trouwens, tech rifle. Ja, oh ja. Ja, gast. Ik ga deze keer op tech rifle, gast. Dubbel tech rifle. Kut, wat zit ik op vast? Wat gebeurt hier? Oh, zo ga je niet zijn. Ik help je mee! Hey, lekker. Hij zit te snipen, pas wel op. Oh, hij komt dichtbij. Lekker. Oké, we hebben een goede angle. Kijk, lekker doorpakken. Ik hou dit vol. Ik denk dat James een tech rifle aan het ophalen is. Oeh. Ik wil oppassen, want ik word al zwaar gehit. En de ding is dat het overwit. Yo, maar ik wil...
Ik heb een longneck niet bij. Mijn strat is niet dit. Ik moet hier ook niet doodgaan, zeg maar. Oké, oké. Lekker man, full blast! Hoppa! Bim, 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 bim. Zit hij vast ook, dat ding? Of wat is hier aan de hand? Ja, hij is helemaal vast. Ik kan mijn turret niet op high zetten, omdat dat ding alles tankt dan. Oh ja. Ook snipe. Ja, pas op. Hij zit met een fabricated rifle. Oh, maar die gaat wel lekker! Oh, hij. Oké. Ik heb geen longneck bij, dus ik kan hem niet snipen. Oh, Jamie, je turret. Wat hoor ik? Misschien. Oh, je bullets zijn op, man. Hij is unpowered. Nee, ik heb hem uitgezet. Oh, oké. Check, check, check. Wat gebeurt hier? Ik word hier weggeduwd. Oh, dat is door zijn tech. Boom, match! Pak aan, Harry! Hij is dood. Craftmaster is dood. Ja, hij is dood, Maar we kunnen hem niet looten, denk ik. Ja. Craftmaster is ook dood. Oké, ja, check. Ja, hij vloog in je, of hij schoot rocket in je turret. Ik ga zijn, zijn wall achterop opblazen. Dan ga ik mijn turret helemaal in de ingang zetten. Oh nee, dit is niet slim. Oh! Wyverns en turrets zijn de worst fucking shit, man. The worst. Deze game, ELA is het zo vaak te zeiken op deze game, maar deze game is zo vet af en toe. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ik weet niet of ik het hiermee ga redden, man. Ik zie daar ook nog een gate in de wall. Ik ben vergeten foundation mee te nemen ook. Laten we even kijken hoe ver we komen. Boom. Oké, die dingen zijn wel overduidelijk kapot. Dan is, wacht, hoeveel doet één, dan moet je wachten tot, dat is zo kut tot het weg is, jongen. En dit is nice, dit krijgen we wel weg, zo. Moet alleen wachten. Moet alleen echt lang wachten, echt een uur. Oh, fucking ouwe, mate. Oké, maar dan moet ik daar nog even extra explosives halen. Ik denk 4 per paal of zo, ik weet niet, dit zijn large, man. Ik weet niet wat dat, oh, nou, dit was sowieso alles wat ik heb. Oeh, craftmeister is hier. Tot ziens. Dag. Oké. We zijn er bijna doorheen. Oké, ik moet een foundation halen. Foundation en wat extra C4. Ik moet wel oppassen, want deze Wyvern kan echt ieder moment dood zijn. En dit heeft me echt heel veel geholpen. Ik weet alleen niet wat hij hier aan het doen is. Yo, gaan we nog in de cave schieten of wat is hier aan de hand? Ik mik dat toch op, man. Dan gewoon even je nekkie bij. Oh ja, dit is kut. Ik weet ook niet wat hier gebeurt. Oh, fuck. Ja, ik wil gewoon niet dat hij daar gaat bouwen, man. Alles wat hij daar gaat bouwen is gewoon kut nu. Alleen maar Wyvern wil overduidelijk niet voor hem stil hangen en landen. Schiet erin. Ik ga traden. Ik ga niet traden. Oh, nee. Oh, dat is kut. Oh, nee. Mijn Wyvern. Nee. Maar een nieuw plan. Zie, hij is teruggetrokken, of niet? Ah, hij staat er nog. Hallo! Hallo, hallo! Lekker, man. Ja. We hebben nu ook tech, bitch. Yo, ik moet hem... Hey, yo, bro. Ik heb hier gewoon... Oh, dat wist ik niet. Ik hoop vooral dat hij nou hier gewoon een beetje wegblijft. Ik moet gewoon even de tijd hebben om hier dingen neer te pompen. Hoe dichtbij kan ik dit zetten? Oh, oké. Eentje staat. Dat is nu in ieder geval mijn range. Ik kan hier dan in ieder geval waarschijnlijk niks voor bouwen. Nou, dit duurt te lang. Dat duurt ook te lang. Komt die terug? Nee, hè? Oké. Dat is weer damage. Oké, dat is van mijn turret. Bro, jij bent hier nog niet helemaal veilig. Nog een paar C4. Een paar C4 en dan zitten we goed. Een paar C4 en dan gewoon bouwen, gek. Oké, ik wil het hele daaruit pakken, maar dat slaat nergens op. Ja, nu weet hij hoe het voelt om 2-op-1 te hebben, jongen. Ik hoop dat ik hem nou heb afgeschrokken hier. Hij merkt dat hij steeds minder tegen ons kan doen. Omdat we hem een paar keer echt heerlijk hebben gekild. Dat is deze tunnel. Als ik nu met mijn techcraft schiet, kan hij gewoon niet erdoorheen komen. Kan gewoon niet. Hé, wat? Nu is hij bijna kapot. Is dat nog vet van HP? Ja, dan doe ik het wel zo. Oh mijn god, what the fuck? Bro, ga nou weg, gast. We doen het gewoon lekker zo. Dan ga ik niet mijn C4 aan verspillen. Oké, nou deze nog. Maar deze doe ik wel even met mijn C4. Lekker, man. Oké, hoe ver kunnen we nu? Wreckage dissipated. We moeten gewoon even wachten. Maar dan moeten we gewoon even wachten. Dan gaan we legit even kijken hoe ver we kunnen komen. Can place too close to enemy foundation. Wreckage dissipated. Oké, waarschijnlijk wordt het echt de ingang. Dan moet ik gewoon even heel veel geluk hebben en hopen dat hij niet naartoe komt. Heel veel geluk hebben. Kut, ik kan die heavy turrets nog helemaal niet draaien. Dit is wel echt een kutbug, jongen. Die texture. Wat is ook al die weight die ik bij heb dan? Ah, dat zijn die rocket launchers natuurlijk. Oké, ik heb een idee. RG. We gaan het even proces even versnellen, jongen. Heb ik nog een helmet? Ja, top. We gaan ook even heel snel versnellen. Oké, ik ga hier sowieso de turret laten staan. Pak hier even de helft van de gasoline. En je bullets. Oh, die bullets zijn wel low, jongen. Oh, maar die vallen alle bullets. Top. Lekker man, nu snel, zo snel. Voordat hij komt. Yes! Gaan we dit dichtbouwen? Oh, hel je. Oké, alle gasoline erin. Turn on. Turret heel snel op je bek. Alle kogels daarin. Turret options, range, high. Let's go, man. Zo donker. Dit is echt de maximale linie die we ook kunnen pakken. De maximale. Het staat wel heel erg in de weg, maar goed, hier kom je toch niet goed met dino's doorheen. We hebben hem, boys. We hebben hem. Fuck ja, yeah. Ah, dit is zo ziek. Erin, copy settings, turret en range. En erin, we hebben hem, jongens. We hebben hem. Ik weet niet wat hier gebeurt. Ja, dat is een crash. Wat? Oh, dit is kut. Oké, nou ja. Ik moet even snel nog een wall hebben of zo, maar ja, dat heb ik nu niet. Heb ik dat trouwens? Nee, ik niet. Oké, we kunnen nu even verder in de cave gaan kijken. Oeh, hij is hier. Oh, hallo, craftmaster.
Lekker man, lekker. Oké, dit moet weg. We kunnen alle obstakels even snel weghakken, man. We kunnen nog verder pushen als we dit hier wegkrijgen. Oh. Ja, mijn raketten blazen het op, dus dit werkt alleen maar in mijn voordeel. Let's go! Oh, Christy. Oeh, dit lijkt me niet... Oh, nee, jongens, ik zit vast. Nee, wat? Waarom? Oh, waarom doet hij dat? Waar? Oh, hij mikte niet op de Craftmaster. Oh, ja. Ha! Yes! Oh, mijn god. Ja, doe maar weer even schoentjes wisselen, jongens. Lekker. Hij heeft alleen geen broek, of wel? Oh, ik heb zoveel tech rifles nu. Craftmaster is klaar, jongens. Hij is klaar. Dit is gewoon je bezem erbij pakken, je dweil en opruimen. Oh, wat heerlijk dit. Oh, dit is zo goed. Dit is zo goed. Even allemaal in die archie gooien. Oh, ik denk dat dat zijn favoriete shotgunnetje ook was. Oké. Ik ga... Heb ik rockets? Heb ik rockets van de Craftmaster? Ik zie het even niet. Ik ben even schil. Ik ben even blind. Heb ik rockets? Ja, hij heeft rockets. Oké, top. We gaan gewoon even... Eigenlijk moet ik hem gewoon servieren, maar goed. Dit, dat, dat erin. Oh man, ik moet even alles hosselen, jongens. Vreet even zoals je kan ook, jongen. C4 detonator. Ik heb er zoveel nu. Oh mijn god. Teleporter erin. Ik heb alles dubbel, joh. Ik heb alles 3-dubbel. We gaan deze ook even snel loot Archie noemen. Ik ben hier gewoon veilig nu. Nou, trouwens, dat zeg ik wel. Maar hij kan in zekere zin van achter komen. Ik hoop dat hij dat niet bedenkt. Is mijn shield stuk trouwens? Nee, oké, mijn shield kan er. Ja, gewoon ruimte maken nu en pushen, jongen. Oh, dat is niet helemaal wat ik bedoelde met ruimte maken en pushen, maar. Oh, cool. We hebben dit weer. Kan ik een... Nee, niet dat ik dat kan. Hoppa. Oké. Ik weet niet of dat alles meenam, de twee lagen allebei, maar... Dit krijg ik ook al weg, hoor. Opruimen met die bezem. Ik denk niet dat ik dit kan maken met een rocket, zeg maar. Dat doe ik damage daarnaast, ja. Ik kan er graag voor die middelste schieten. Even wachten. Wat ziek, wat ziek. Even wachten. Oh, dit had ik dus moeten vermijden, maar goed. Heerlijk, jongen, heerlijk. Ik knal wel door mijn element heen zo, maar ja. Moet het toch gebruiken, hè. En de durability, maar ja, ik heb toch 4 tech rifles, maat. Oké, we gaan het proberen met een rocket launcher. Ik hoop vooral dat ik mezelf niet opblaas. Afstand! Oh, dat is prima. Dat vind ik echt prima. Het ontploft in range, volgens mij. Dus in de range van de structure. Hoppa! Tenminste, ik doe ergens damage op. Ja, volgens mij weet ik één ding niet, hoor. Oh, wacht. Ik kan vliegen natuurlijk. Ik kan het niet zo goed zien. Nee, oké. Nu is het klaar. Klaar met de pret. Nou, dat was mijn tech rifle. Oh, jammer, jongens. Oh, jeez. Had ik er maar meer. Oh, hey, wat is dit? Een tech rifle? Ja, yeah, brother. Ik moet er wel een soort van voorzichtig mee omgaan, want ik heb geen replicator en niks. Geen element, geen black pearls, noem maar op. Ja, 5 black pearls. Oh, jeez, ik schrok me kapot. Maar goed, dit is even de enige... Nou, nu heb ik er nog maar één. Alhoewel, ik heb er in mijn basis nog 2, volgens mij. Nu wordt het wel tricky, want ik wil dit kapot... Ik denk dat ik het beste gewoon een C4 run kan doen, man. Gewoon even met shield proberen die dingen. Ja, shield kan ik hier niet echt. Ik weet niet of dit slim is. Nee, dat is niet slim. Dat is niet... Oh, kut. Kut! Nee! Dat was niet slim. Is dit de Vrekers basis? Of is het mijn... Oké. Schiet op. ik wil deze shit niet verliezen, eerlijk. Ik stel dat er goed voor. Ik denk dat hij toch is afgeleid. We gaan het gewoon doen. Oké, top man, top. Bro, ik begin moe te worden, man. Zo'n reet is vermoeiend. Vermoeiende reet. Wat is het plan? Goh, laten we sowieso even van deze maken. Kijken of we verder kunnen pushen met beelden. Nou ja, daar heb ik mijn antwoord al. Top. Lager. Ik kan meer. Ja, rockets heeft geen zin. Oké, we gaan weer terug naar die basis. Weet je wat? Ik ga even met mijn firewall vliegen over. Oh, we gaan zo lekker, jongens. We gaan zo lekker. Dit is echt een hele mooie arkdag. Dus nu gewoon even kijken hoe ver we hier kunnen... Oh, jezus. Hallo. Hier ben je ook al lekker bezig, hoor. Oh, bro, ik ben binnen. Ik heb hem al een paar keer gekilled. Gewoon hier, maar hij kan niks. Als ik tech rifle nu, dan schiet hij gewoon van achter. Ja, precies. Oh, ik die turrets hier, want maar... Ik heb je nog nodig voor één ding. Heb je een tech rifle nog? Nee, ik denk niet bij. Kijk, ik laat het je zien. Wacht, pak even mijn tech rifle. Ik heb hem dus gekilled en echt, ik had echt 3 tech rifles op een gegeven moment. Nice. Maar er zijn er al 2 kapot. Ik zit dus, ik wil nog verder naar binnen pushen, zeg maar. Ja. Ik zat hier, hier had hij een soort van wall en die zou ik te slopen. Alleen, ik moet nog een paar pinnetjes slopen, dan kan ik hier een foundation neerpompen. Maar het lukt nu niet meer echt met rockets. Oh ja, dat is ook nice. Fuck, ja, die worden kapot geschoten, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja, dat doet te weinig damage. Daarom, ik kan de tech rifelen, maar het is even een proces. Het doet wel damage hoor, het gaat redelijk snel. Ding, ding, ding. Met de cooldowns is het wel echt even pittig af en toe. Dichtbij kunnen komen. Best wel dichtbij. Je hebt... Hier staat Jezus een hele muur inderdaad. Ja, die wordt kut hoor, want mijn rock elements zijn wel echt fucked. Ja, ik heb met 5 rockworms geheeld met Deerdons. Oh, nice, ja. Nou zijn er 2 dood gegaan omdat de teleport niet werkt dus in combat.
Ik ben dus vergeten dat ik geen Deodon meer heb. Oh, wacht, ik heb ze kapot, denk ik. Of niet? Zie je er nog een paar staan? Nee, hè? Nee, volgens mij niet. Oké, dan moet ik... Ja, hij zegt nog steeds too close to... Oh, oh, nou. Too close to foundation, maar hier... Ja, maar het kan ook gewoon die foundation al zijn, achter, hè? Ja, ja, dit is of de nieuwe linie nu, man. Als ik er nu even van me oppak. Ah, nice. Hoppa, push the shit. Ja, gewoon push. Ja, ik zou hier aan deze kant ook één turretje nog laten staan, hoor. Ja. Oh, je hebt die turrets. Oké, okay, ja, ik zie het al. Ja, ik wil aan de achterkant. Ik maak even meer foundations. Oké, okay, goeie. Ja, hey, wat is de volgende stap nu, man? Want we kunnen... Heb je die main tower al uitgeschakeld? Ja, ik ben voor die main tower, die is lastig. De main base ook lastig. Alleen, er zullen echt wel heel veel kogels uit. Dus ik denk dat ik er snel binnen ben, eerlijk gezegd. Ik denk eerlijk gezegd ook dat de Craftmaster best wel depressief is op dit moment. Hij is zo vaak doodgegaan. Ik denk niet dat hij nog veel shit heeft, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik heb Wyverns van hem gekillt, de Rock Golems van hem zijn dood. Het is echt puur nog zijn turrets, denk ik, man. Ja, precies. Ik denk wel dat hij redelijk uitgeput is. Ja. Dus dat is mooi. Oké, okay, nou ik maak je straks voor de... Oh, hij is hier, hij is hier. Hij is legit hier. Oh. Nee, wacht, dat is wel foundations. Je bent joh, gek. Ja, ik moet hier ace een turret neerjanken, maar ik heb even geen generator. Ja, dit is cold damage, hè. Dus die foundation al bijna kapot door één raket. Ja, klopt. Maar ik heb even geen extra generators meer, dus... Nee. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga terug naar mijn plek. Kijk daar verder. Yo, is cool. Ja, hey, good luck, yeah. Yo, hey. Oh, wacht. We moeten nog wel even een battleplan fixen voor de final push. Oh. Maar dat komt wel. Dat komt wel. Ja, oh, ja. En nog even een klein beetje uitputten en daarna even meet, oké? Okay? Ja. Hi, let's... Ja. Let's do this, man. Oh. Oh, dus... ja. Oké. Okay.